Vechtersbazen aflevering 14 op je beeldscherm. En we zitten weer in onze vertrouwde Hero Studio met een mooie tafel om jullie op de hoogte te houden van al het laatste nieuws en alle gebeurtenissen in de vechtsportwereld. En dan natuurlijk met nadruk op onze Nederlandse helden. En daar hebben we er wel een paar van aan tafel zitten. Ik kijk hier recht tegenover mij, Hesti Fighterhard Gerges. Heel tof dat je er bent. Dankjewel. Een beetje bijgekomen van alle gebeurtenissen in Ahoy. Zeker. Ja, ja. Even een weekje gechilled en ik ben er weer. Ja, ik ben er weer helemaal. Maar we willen straks al je verhalen horen over wat er allemaal gebeurd is die avond en de voor en daarna. Aan de andere kant, geen vechter, maar wel iemand die opkomt voor de idealen van de mensheid. Peter Quint, SP-Kamerlid, Tweede Kamerlid. Volgens Thierry Baudet zie je er meer uit als een lid van een jeugdbinder. Dat lijkt mij alleen maar een compliment. Ja, uit de mond van sommige mensen wel, ja. Ja. Maar natuurlijk ook groot vechtsportfan en beoefenaar. En ook deel uitmakend van de vechtsportautoriteit. Yep. Hoe dat allemaal in elkaar zit, dat willen we ook straks allemaal horen. En natuurlijk mijn twee vaste kompanen, Jordi en Jeroen. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag, Dennis. Mooie shirt heb je aan. Ja, Peter is volgens mij voor een andere club. Ik denk trek ik shit aan. Hebben jullie trouwens overigens nog iets wat jullie gaan moeten zeggen nu voor de uitzending? Nee, zeker niet. We gaan het helpen. Ik wil nog even sorry zeggen voor die vlag die we op de Amsteltoren hadden opgehangen. Ja, jee, wat onzin verhaal. Dat is toch grappig. Het bouwbedrijf gewoon eruit gedonderd. Zo, jongen. Ja, ja, hè? Ja, maar goed, nou, daar gaan we het niet over hebben. We zijn een ander soort show. Maar in elk geval, goed dat jullie er allemaal zijn. We hebben weer een lekker vol programma om over te praten. En een van de eerste dingen die ik wilde aankaarten qua laatste nieuws is toch wel Ismael Lazar. Ik weet niet of we het allemaal hebben meegekregen. Vorig jaar vocht hij tegen Rico Verhoeven, Glory 41, ja, in Den Bosch. En bleek toen een fout plasje ingeleverd te hebben. En ik weet niet meer de precieze cocktail, maar het waren vier middelen. Daar kan je volgens mij een heel leger mee aan de praat krijgen. Zoveel kwam er naar boven bij de dopingtest. 4 jaar is hij geschorst. Heftig? Ja. Maar ja, als jij zegt, kijk, ik heb geen verstand van wat erin zit, maar als jij zegt dat je er een leger aan kan, ja, dan zal dat ook met de strafmaat te maken hebben, ja, of niet? Ja, het is in ieder geval haar testosteron genomen en nog een paar middelen waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Nee. Maar het was in ieder geval een cocktail. Ik denk van, nou, daar kan je een goed feestje mee bouwen. Ja. Ja. Ja, jij hebt meegekregen, heeft hij? Ja, zeker. Dat is wel een beetje einde carrière, denk ik dan. Als je 4 jaar geschorst bent? Als je 4 jaar niks kan doen, dan kom je nooit meer terug op je niveau, denk ik. Nee. Maar waarvoor zou je dat risico nemen? Want bestaat er een kans als je zo heftig veel zou gebruiken, als het waar mocht zijn, dat het niet uitkomt? Altijd dan, toch? Ja, dat is echt een niet zo'n hele slimme set van hem. Nee, zacht uitgedrukt. Ik weet niet, in die tijd werd er, misschien dat hij dacht dat hij er onderuit kwam qua testen. Er werd toen nog niet zo heel heftig getest. Het is een beetje later erin gekomen. En, ik denk dat hij gegokt heeft. Het is wel een hele stomme gok, inderdaad. Ja. Ik ben het met Hesti eens, het is wel klaar, weet je. 4 jaar is gewoon aan de oefening. Ja. Ja, je krijgt nog hoger beroep, geloof ik, dus hij kan nog iets doen. Nee, maar, volgens mij niet meer. Volgens mij is dat allemaal al gepasseerd, John. Want dat is het frappant. Ik heb het rapport ingezien. Is op een gegeven moment in augustus vorig jaar is al aangifte gedaan, formeel, door Glory. En dan heeft hij de kans gehad om tot oktober om zich te verweren. Maar hij heeft nooit gereageerd. Hij heeft nooit verweer ingediend. Hij heeft het allemaal laten gaan. En waardoor hij uiteindelijk door de terugcommissie tot die 4 jaar is veroordeeld. Ja. En pas heel laat, eigenlijk, hij moest 17 februari uit mijn hoofd zou hij vechten tegen Luis Tavares in Eindhoven. En pas een dag voor de wedstrijd is die partij gecanceld. Ja. Terwijl het dus al veel langer bij hem bekend moest zijn. Ja. Het is een beetje een raar verhaal. Ja, zo zijn alle kanten een raar verhaal. Wat je zelf ook aangeeft, dat in januari al bekend is dat hij voor 4 jaar geschorst is. En ja, het nu eigenlijk pas naar buiten komt omdat iemand er toevallig dan ontdekt, dat rapport. Ja. Het gaat allemaal wel op een hele rare manier. Dat is zijn nu wat zeker is. Ja. Jij bent bij die vechtsportautoriteit betrokken. Ja. Je bent bestuurslid. In hoeverre hebben jullie iets te maken met het opstellen en naleven van die dopingregels? Ja, dat is wat we nu aan het doen zijn. Kijk, we hebben wel gezegd, we hadden dit zelf wel bedacht, maar dit zijn wel verhalen die erbij meehelpen. Het gekke wat je aan vechtsport hebt is natuurlijk dat vechters heel snel van de ene bond naar de andere of van de ene promotie naar de andere gaan. En dat je dan wel een manier nodig hebt waardoor promotor A, als die een vechter tekent, weet wat de achtergrond van die vechter is en of die überhaupt mag opstellen. Dus we gaan dan wel samen met promotors en bonden, maar ook samen met de dopingautoriteit zitten van, joh, hoe kunnen we nou dat tuchtrecht wat er wel is, sommige bonden niet hebben trouwens,
hoe kan je dat nou uniformeren? Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen met dezelfde regels speelt? We zijn ook bezig met een vechtspaspoort digitaal, zodat iedereen kan zien van oké, hij is toen en toen en toen KO gegaan, hij heeft nog een medische schorsing, hij heeft een keer na afloop de scheidsrechter belaagd, dus hij mag een paar maanden niet vechten. En daar moet volgens mij doping een onderdeel van worden. Ja. Dat op het moment dat jij bij Bond A geschorst bent, dat je dan niet kan zeggen tegen Bond B van joh, als je nog een vechter zoekt, dan kom ik voor de helft van de prijs volgende week. Ja. Wat is de moeilijkheidsgraad daarin? Ik weet precies dat evenement waar Lazaar nu dus inderdaad dan gepakt zou zijn. Ja. Was de eerste keer dat Glory dat volgens mij groots aankondigde ook. Hè, dat ze dat structureel gingen doen, volgens mij. Maar dat geldt dus niet voor alle promoties, alle organisatoren. Waar ligt die grens? Waar ligt de moeilijkheid? Nou ja, kijk, 90% van de evenementen waar wij ons mee bemoeien, dat zijn evenementen in, weet ik veel, de Jim Kootwijkerbroek georganiseerd door Ome Henk met alleen maar veteranengevechten of 3,5 hobbyist. Ja. Dus daar zou je er niet zozeer mee te maken hebben. Maar ik vind wel dat je op een gegeven moment, als je een grotere promotor bent, ja, dan betekent het gewoon dat jij de dopingautoriteit op bezoek kan krijgen. Ja. Ja, en dat zal niet in Kootwijkerbroek zijn, maar dat zal, als je 500, 600, 700 man in de zaal hebt, dan moeten die vechters op de kaart ook ervan uit kunnen gaan. Van, jongens, als ik een beetje pech heb, dan moet ik in een potje pissen na afloop. Dus beter blijf ik uit die medicijnkast. Maar is er een financiële barrière? Ik kan me voorstellen dat dopingtesten kost geld. Ja, maar ja, bedoel, uiteindelijk denk ik, de geloofwaardigheid van je sport is ook een hoop geld waard. Als je uiteindelijk wil, en dat is een van de redenen ook waarom we met die vechtsportautoriteit begonnen zijn. Als je wil dat je als sport naar een volgend niveau kan, grotere sponsoren wil kunnen aantrekken, groter zichtbaar wil zijn op televisie en zo. Dan moet je ook een geloofwaardige sport zijn. Je hebt met wielrennen 10 jaar geleden gezien toen die verhalen eruit kwamen van iedereen die aan de pillen en de spuiten zat. Ja, de sponsoren die renden ongeveer bij bosjes weg. Ja. En volgens mij wil je met die vechtsport juist andere kant op, steeds groter worden. En ja, dan betekent dat soms ook investeren. Dat geldt ook voor... dan moet je wel dat geld hebben natuurlijk. Een Glory kan het zich makkelijk veroorloven dan Ome Piet in de bouwketen die in het weekend de gala organiseert. Ja, precies. Die zal ook niet bovenaan de lijst staan. En dan zal je inderdaad moeten kijken van met de dopingautoriteit samen. Van oké, hoe ga je dat met financiën regelen? En maak je een soort pot waarin wat grotere organisatoren bijleggen of zo. Ja. En capaciteit natuurlijk, want als elke week evenementen zijn, waar ga je naartoe? Maar dat geldt sowieso. De dopingautoriteit heeft niet onbeperkt mensen die naar evenementen toe kunnen gaan. Maar ja, goed, ze hebben nu wel ook voor het eerst gezegd van nou, we pakken... toen voor het eerst geloof ik, pak ik Glory ook mee. Maar als je kijkt, je hebt het over het wielrennen. Ja. Volgens mij hebben ze daar proberen stappen te maken, maar is het niet helemaal je van het. Of in ieder geval, het kost meer moeite. Ja. Maar het zal altijd om die sport heen blijven hangen. Omdat het natuurlijk ook een exceptionele inspanning is voor de sporters. Geloof je in een ooit met alle maatregelen in een schone sport? Ah, er zullen altijd mensen zijn die proberen tussen de regels door. Weet je, ik bedoel, er is dat er altijd vechters zijn die als ze even een paar minuten rust willen, een knietje in iemand zijn kruis plaatsen, zodat die ander even bij moet komen. Ja, dat 100% veilig bestaat niet. Nee. En er zullen altijd medici zijn die proberen er geld aan te verdienen. Maar je kan wel de norm veranderen, denk ik. Je kan wel richten op een schone sport. Maar als je kijkt, sinds bijvoorbeeld UFC samen met USADA is gaan samenwerken. Die Kutalaba, geloof ik. Ja, zoiets. Iets met kut. dat die ook gepakt is. En die heeft ook gewoon niet eens meer verweerd. Die zegt van ja, klopt. Ik ben er een man gevallen, sorry. Die kreeg over zijn halfjaar schorsing. Dat scheelt nog wel. Daar is de norm dus wel duidelijk veranderd. Waar eerst eigenlijk aangenomen werd dat bijna iedereen het wel een beetje deed. Is het nu vallen de rotte appels dan? Kijk, als je het geflikt hebt, ik zeg altijd even als erbij. Dan vind ik die straf gewoon terecht. Ja. En dan mag je van mij ook dat 4 jaar krijgen. Ja. Ja. Jij hebt ook wel eens moeten plassen, vorige week ook in Ahoy. Als je dan een plasje doet, dan krijg je dan ook te horen van het is oké, het is negatief. Ja, ja. Nee, of je hoort niks, of je hoort dat het fout zit. Dus ja. Of je hoort niks, of je, oké. Klopt. Jij hebt nooit wat gehoord. Nee. Ik vraag me een beetje af wat die termijn is dat je dan wat te horen krijgt. Want hij heeft inderdaad, uit het rapport op zijn laatst in oktober dat te horen gekregen. Ja. Maar ik denk, volgens mij nog wel eerder, maar in oktober, dat hij dan pas een dag voor die wedstrijd afzegt. Ja. Of wordt gezegd over hoe het dan ook gegaan is. Dat lijkt mij... Ik weet dat ook niet, maar wat ik zei, ik bedoel, er is een reden dat we wel al die mensen bij elkaar willen gaan zetten. Ja.
om gewoon samen af te spreken van oké, hoe gaan we dit nou met z'n... We krijgen hier allemaal mee te maken. Ja. Elke, zeker van de wat grotere bonden, die zullen wel een keer zo'n team op bezoek krijgen. En hoe zorg je er nou voor? Eigenlijk hetzelfde als dat je dat met medisch ook wil, weet je. Dat je niet, als je op vrijdagavond in Krommenie tegen het Canvas wordt gemapt, dat je dan niet op zondagavond in Groningen weer de ring in gaat. Omdat de doktersresultaten, een dokterschorsing, een medische schorsing wordt doorgegeven. Ja, of het geknoei met een aantal partijen. Wat je vroeger vuil zag, dat ene bond 30 partijen, andere bond staat hier op nul. En tegenstander ziet alle hoeken. Verschillende wedstrijdboekjes. Ik heb er de meest bizarre verhalen over gehoord. Over, dat is een van de redenen waarom we dat nou digitaal willen doen. Ja. We zijn nu aan het testen samen met FOG. Het ding is bijna af. En daar willen we al die gegevens in gaan gooien, zodat... zodat het ook gewoon voor vechters veiliger wordt. Want ik snap best dat als je op vrijdagavond met een of vrijdagochtend met een dikke kop en wakker wordt van een partij, maar je kan op zaterdagavond €5.000 verdienen ergens. Ja. Ja, dan snap ik wel dat het een ingewikkelde afweging is. Ik wil me niet dat die vechter die afweging maakt. Nee. Ik wil gewoon dat dan een vechtsportautoriteit zegt van ja, jij staat op rood, vriend. Vervelend voor je, maar jij blijft thuis vanavond. Goeie zaak, Hestie. Ja, dat is wel een goede zaak, ja. Jongens, die, als je knock-out bent gegaan, moet je echt even rust pakken. Want het kan echt gevaarlijk zijn, weet je. Dus ik begrijp, vechten die wilt altijd. Dus dat is inderdaad wat hij zegt. Je moet een vechter die afweging niet laten maken, want die zegt altijd ja. Maar inderdaad... maar ook inderdaad, dat betreft die dopingpraktijken, dat dan een beetje meer gemonitord wordt. Ja. Dat... Dat vind ik wel een goede zaak, wat dat betreft, zeker. Ja. Ook al ben je op zo'n moment na zo'n wedstrijd niet blij, denk ik, dat er zo'n man op je jonge heer zat te kijken tot je een pasje hebt gedaan. Nee, dat is echt vervelend. Normaal, ik had ook de laatste keer, ik kon niet plassen de hele tijd, jongen. Dat lukt gewoon niet. Helemaal leeg, gescheten. Dus ik drinken, volgens mij wel 3 liter en ging plassen. Kon ik maar 60 plassen, ik moet 90. Moest ik weer drinken. Toen echt met moeite die laatste 30. Dat is echt heel apart. Maar het is gelukt dus. Ja. Die man zat niet meer in de hoek ergens. Ja, ze zijn heel relaxed, hele aardige mensen voor de rest. Dus dat was... Maar niet waar je op zat te wachten? Nee, dat niet. Nee. Ik wil gewoon lekker naar huis. Het was echt, duurde echt lang. Dat hoort erbij wel. Goed, afgelopen weekend was verder niet heel veel vechtsport te zien, hè, op televisie. We hadden, ik zag Boerkouw voorbij komen. Ja, die had een evenement van Infusion in Dubai. Ja. En er hebben wel wat Nederlanders gevochten. Leifie Richters onder andere, die zijn partij op knock-out heb gewonnen. Van de Portugees, Susana. In de final eight te zien. En Semmelier, Eddie Semmelier ook zijn partij winnend afgesloten. Ja. Dus, maar ja, goed, het is af en toe een beetje moeilijk te vinden. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... Het bij mij een beetje mosterd na de maaltijd was. Ik zag het op een gegeven moment op Instagram voorbij komen. Ja, ik was vooral verbaasd dan Boerkouw, toch de absolute superster. Misschien al een klein beetje uit verleden, maar toch een van de grootste namen in de vechtsport zien. Dan in Abu Dhabi voor 2,5 paardenkop daar ook nog verliest. Ja, we weten wat hij aan het doen is. Hij is gewoon die tour aan het maken, nog even cashen. En hij staat eigenlijk... altijd tegen onbekende tegenstanders. Hij heeft al jaren niet meer tegen een grote naam gevochten. Nee. Dus vanuit zijn standpunt begrijp ik het wel. Ja, ik vind aan de ene kant vind ik dat ook wel een beetje jammer. Want Boerkouw, weet niet of jij er tegenaan kan. Ik vind Boerkouw echt een van... Een legend, precies. Weet je, die heeft zoveel mooie dingen laten zien, tegen zoveel grote namen gestaan en gewonnen. Weet je wel. En dat hij dan toch een beetje in zo'n... maar ik zag wanneer was het? Binnenkort vecht Jérôme Le Bonnaire weer. Ja. Ja, weet je, bedoel, het is lastig. En zeker voor een topsporter. En zeker als je er ook nog deels voor je geld van afhankelijk bent op een hoogtepunt te stoppen. Ja. En ja, weet je, af en toe zie ik ook als die uitslagen voorbij komen van die Russische MMA-evenementen of zo. Dat je echt in één keer zo zit van. Ja, maar die gast die is toch 50? En dan ga je kijken, dan is die inderdaad 50. Ja, jij hebt nog met Jérôme lang gespart. Dat was volgens mij 10 jaar geleden al niet echt een goed idee meer. Ik heb heel lang met hem gespart, met hem samen getraind. Ja. Een paar jaar, maar ik weet niet meer hoe lang, we hebben een tijd geleden al gestopt. Ik denk, we zijn in Japan toen. Ik denk 2013 of zo is hij gestopt al. Ja. Hij is geloof ik een jaar of 40 nu, eind 42. Ja. Dat valt me nog mee, ik dacht dat hij ouder was. Nee, klopt. Ja. Is hij jonger dan Mark Hunt, dan kan hij nog een paar jaar mee. Nou, het valt op zich wel mee, hè. Ja.
Ja, maar het is gewoon een beetje een trend. Ze wil natuurlijk iemand op die pauster hebben. Ja, Boerkaas wil iemand op je pauster. Dus dat hangt samen. Ja, vanuit zijn standpunt. Het blijft een taai. Dus wat hij verdient, dat is een godsvermogen in Thailand. Ja. Het is ook wel te begrijpen. Maar het is wel jammer. Ik ben wel met je eens. Als pure fan vind ik het dat ook een beetje jammer. Ja, en bovendien, bedoel, voor zijn lijf ook op een gegeven moment, weet je wel. Ja. Ik bedoel, zeker als je op een gegeven moment op het punt komt dat je ook die potjes tegen die mindere goden niet meer wint. Nou ja, en helemaal, weet je, in lijf, kijk, je hebt het over, hij is pas 40, maar je leeftijd is, zegt niet altijd wat, hè. Het ligt ook aan hoe is je geest, hoe is je lichaam eraan toe. Ja, en zeker met een taai. Hij is 40, Boekau. Nee, Boekau is denk ik midden 30, maar gemiddelde taai, die heeft als hij 12 is al 200 partijen. Ja, klopt. Precies. Nou, klopt. Ja, dat is gewoon 30 is afgelopen normaal, alleen je ziet met Boekau en Sanchai ook. Sanchai, maar die aardig. Is ook zo'n eentje dat ik zeg van ja, echt een legende, maar stop nou gewoon, weet je, liever. Maar ging zelfs Jotsen Klaai weer een comeback maken. Ja, die gaat ook terugkomen, Jotsen Klaai, ja. Eigenlijk een sportersgroep gevonden die slechter met hun geld omgaat dan voetballers, denk ik. Het is ook wat minder geld vaak. Het is uiteraard minder, dus misschien van die voetbal is het nog wel knapper als je dan... Ik snap de situatie wie je schetst. Je kijkt je hele leven naar iemand die fantastische partijen knokt en alle omstandigheden bij elkaar. Als je dan niet meer helemaal lekker eruit komt en oud bent en dan niet zo'n interessant toernooi moet spelen. Het heeft wat treurigs over zich heen, wat je eigenlijk niet zou willen. Ja, aan de andere kant, bedoel, als je het vergelijkt met de jaren 80 of 90, dan waren in één keer vanaf het moment dat ze 33 waren, werden ze allemaal bodyguard bij een club of voor iemand met niet altijd even positieve antecedenten, laat ik het zo zeggen. Ja, ja en ja, kijk, je hoopt dat mensen nadenken over wat ze na een carrière gaan doen. Ja. Maar ja, ik snap ook wel dat als je 6 dagen per week aan het trainen bent, dat niet altijd hetgene waar je het meest mee bezig is, van wat ga ik over 5 jaar doen. Nee. En ja, bedoel ik, ja, aan de andere kant zou ik denken, als je ziet hoeveel grote vechters er regelmatig naar Thailand gaan voor een clinic of voor een trainingskamp, dan moet daar toch iets te bedenken zijn waarbij je zelf een gym begint of zo. Boerkau heeft 2 spots gehad, dus daar zal het niet aan liggen. Ik geloof dat ze nog wel aardig lopen ook. Alleen ja. Ja, maar het is niet altijd het geld. Hè. Het is toch ook vaak. Het zal in dit geval ongetwijfeld financieel gemotiveerd zijn. Maar het is vaak ook gasten die geen afscheid kunnen nemen. Ja, vaak zie je vechten die al stoppen. En die 2 jaar later toch denken: ik ga het weer een keertje proberen. Ja, ja precies. Ja. Even rust gehad. Klopt. Ja. Ja. Ik heb altijd voorgenomen: als ik stop, stop ik ook echt. Weet je, dan ga ik zo lang mogelijk door. Maar als ik stop, dan stop ik ook. Ik ga niet weer een comeback maken of zo. Nee. Denk je er überhaupt over na? Heb je iets in je hoofd, zeg maar, qua leeftijd of meer qua partijen? Ik zei altijd 35, maar ik zeg nu ongeveer 6, 37 kan ik wel nog. Ja. Ik voel het gewoon. Ik voel lichaam me goed. En geest zijn nog sterk, precies. Dus ik heb geen blessures, chronische blessures of wat dan ook. Ik ben nog helemaal in top shape, dus ik kan nog wel eventjes. Zolang het kan, doe ik het gewoon. Maar het begint eigenlijk nu al. Hè? Je had 35 in je hoofd en je denkt nu 6, 37. Klopt, zo gaat het steeds omhoog. Het gaat alweer over een jaar. En ik ben over een jaar nog niet klaar, dat weet ik wel. Ja. Ik ga niet bijvoorbeeld op mijn 35ste stoppen, op mijn 39ste weer. Als ik stop, dan kijk ik heb wel plannen voor de toekomst. Weet je. Dus als ik stop, dan ga ik gewoon meteen. Ja, maar jij vindt het nog veel te mooi, weet je? Precies, ik hou gewoon precies daarom. Dus dat is ook gewoon waarom ik het doe. En, ik heb wel plannen voor de toekomst, maar die kunnen gewoon wachten. Maar die liggen er wel en die zijn gewoon ook gewoon vrij goed, zeker zeg maar, om te doen. Dus, Ja, toch? Ja. Iemand die ook zeker nog lang niet klaar is met vechten, die nog heel veel van plan is, is onze eigen Jorine Baas ook. Nederlandse kickbokser die bij Bellator actief is. Die al heel lang zat te zinspelen op van wanneer krijg je nou een wedstrijd. Toen kreeg je een wedstrijd, toen mocht ze het heel lang niet zeggen. Dus die zat popelen van ongeduld om het eindelijk wereldkundig te maken. Dat heeft ze mogen doen. We hebben er kort voor de uitzending even gesproken. Ik hoop dat we dat even kunnen laten zien. Ja, eindelijk. Ik mag eindelijk bekendmaken tegen wie ik vecht. En het is wel een beetje laat natuurlijk. Ja, nog 3,5 week. Maar ik ben in ieder geval blij dat het toch bekend is gemaakt. Ja, ik vecht op 6 april in Budapest tegen Julie Burton, meisje uit Frankrijk. En we gaan een knalpartij van maken. Ik ken haar niet zo heel goed. Ik weet wel dat ze tegen een meisje heb gevochten waar ik ook al tegen heb gevochten in het verleden. Martina Jindrova. Okay. En daar heeft ze best wel een bikkelpartij tegen gevochten en daar heeft ze ook van gewonnen. Ja. Dus ja, Jindrova is ook wel een bikkeltje. Dus hoe deed jij ik denk dat het een partij wordt.
Ja, en ze is Frans, dan denk ik meteen Muay Thai geschoold. Klopt, klopt. Ze heeft voorheen zelfs heel veel Savat gevochten. Dus met die lange broek, dat kickboksen. En ze is wel redelijk geroutineerd in het trappen. Het is allemaal alleen niet heel hard wat ze doet. En inderdaad, Muay Thai heeft ze ook aardig wat partijtjes weg. Ja. We vechten Bellator kickboxregels. 3 keer 3 minuten. Dus ja, ze mag die ellebogen niet gebruiken en ik ook niet. Nee. Ja, een blij en opgelucht Jorina Baas die eigenlijk de kunstje weer mag doen. 6 april in Boedapest. Ja. Je hebt nog iemand, hè, die daar moet vechten. Klopt, mijn vrouw, ja, Denise moet daar ook vechten. Die vecht MMA. Ja. Dus, was spannend weer. De tweede MMA-partij voor Bellator. Ja. Ja, je hebt natuurlijk net je eigen wedstrijd achter de rug. Daar vol op gefocust. En dan leef je ook in een soort tunnel, kan ik me voorstellen. Klopt. Ja, focus nu verlegd naar HB. Nu bezig. Ja, dat houdt me ook wel, zeg maar... Ik hou altijd van doelen, vooral op sportgebied, zeg maar. Ik wil eigenlijk al voordat mijn wedstrijd is geweest, wanneer de volgende is, zeg maar. Ik wil gewoon altijd bezig zijn met trainen en vechten. Maar dat is nu niet het geval. Dus dan focus ik me gewoon op haar wedstrijd. En dan kan ik ook wel gewoon goed met mij leven. En dan tegen die tijd zit er ook wel weer wat voor mij aan het aankomen. Dus. Die vorige, de eerste keer dat zij MMA vocht bij Bellator, stond jij in de hoek, hè? Klopt. Toen was zij heel opgelucht en heel uitbundig blij toen ze had gewonnen. Klopt. Hoe is dat voor jou om bij haar in de hoek te staan? Ja, het is gewoon, ik ben wel vrij zelfverzekerd. Ik weet wat zij is. Zij is echt een verliezer. Dat past gewoon echt niet in haar... Ik ben altijd wel vrij zeker van mijn zaak als ik met haar... Het is eigenlijk wel gewoon een goed gevoel, wel gespannen, maar wel echt zeker. Ze is altijd echt 100.000% ready ervoor. Dus ik heb altijd wel echt vertrouwen erin. Maar niet zeker een soort van spanning? Ja, tuurlijk wel. Ja, zeker. Want je hebt het natuurlijk niet in de hand. Je wil eigenlijk, zij is een van de weinigen van wie je eigenlijk net zo graag wil dat ze wint als dat je zelf wint, zeg maar. Ik bedoel, ik misgun niemand een winst of zo. Maar ik heb met haar echt dat ik echt wil dat ze wint, zeg maar. Gewoon net zo graag als dat ik dat zelf wil als ik zelf vecht. Maar je hebt het alleen niet in de hand, zeg maar. Zij moet het voor je doen, zeg maar. Dus dat geeft wel een bepaalde andere soort van spanning dan... Is het nou gek tussen een ronde door of zo? Want je bent natuurlijk de rest van het jaar ben je gewoon samen. Je bent man en vrouw. Ik had er pas een discussie over, ik weet niet meer wanneer. In de UFC stond er een vrouw van een gast die stond te vechten. Die stond in de corner. Toen zei een maat van mij, wat raar. Toen dacht ik van, nou ja, omgekeerd zijn er heel veel voorbeelden van vrouwen die een relatie hebben met een vechtende man. Huh? En ook in de was het die blonde die deelt dat ze schreeuwde, ja, break his leg? Ja, dat was inderdaad die blonde. Maar heel hard break dat klonk wel als een fan in plaats van... Ik weet niet of je die dan tegen het ding aan moet zetten. Tussen de rondes door zijn ze best zinnige dingen. Maar ik kan me voorstellen dat het A, heel frustrerend is om jouw vrouw, zeg maar, klappen te zien krijgen. Klopt. En B, ook om die switch te maken. Zo van, dat je heel lullig gezegd niet tussen rondes, schatje, het komt wel goed, gaat zeggen. Nee. Maar oké, let op je takedowns en pak die hoek en uitstappen en draaien. En... Je neemt een hele andere rol in, weet je. Ja, precies. Maar dan kan ik wel heel goed wel gescheiden houden. Ik voel precies aan wat ze nodig heeft... Zoals de laatste wedstrijd was Moes het er zelf niet. En toen kwam ze op een gegeven moment heel onzeker over, weet je. Voor de wedstrijd. Niet onzeker, maar gewoon echt heel gespannen. Ja. Echt, heb ik echt goed op erin gepraat en het hielp echt. Dus dan neem ik gewoon een hele andere rol in, weet je. Dat is gewoon... ik ga niet altijd tegen zeggen van, gaat het schatje, ik hou van je. Nee, op dat moment wil ze dat niet. Nee. Dus je gaat gewoon op een bepaalde manier, maar gaat echt op gevoel, zeg maar. Het is puur... ik weet gewoon hoe zij het voelt ook voor ik heb het zo vaak zelf ook gevoeld. Dus maar scheelt het dan dat je het en zelf heel goed kent, maar en haar ook heel goed kent? Ook in een andere situatie dan op dat moment, vlak voordat ze die kooi in gaat? Ik denk dat ik wel gewoon precies... Kijk, ik ga haar niet zeggen van... ik bedoel, van ik heb verder weinig verstand van MMA, zeg maar. Dus ik ga haar niet vertellen van... maar ik weet wel wat vecht is. En ik weet ook wel wat mentaal wat ze nodig heeft. En ik ken haar zo goed ook... Ja, natuurlijk buiten de sport. Dat ik wel weet hoe ik haar wel, zeg maar, kan raken, zeg maar. Maar het werkte echt heel goed. En zij voelde er ook heel erg goed bij. Dus als zij haar er goed bij voelt... Dan wil ik het natuurlijk voor haar doen. Op het moment dat ze dat niet heeft, dan ga ik ook niet in. Ik ga niet opdringen van... want eerst stond ik namelijk helemaal niet in haar hoek. Nee. Het is pas later, zeg maar, gekomen. Ik ga niet... Maar kun jij het opbrengen om tijdens een wedstrijd ook
analytisch te kijken wat ze doet. Want ik zag vorige week bij jouw wedstrijd tegen Badder. Zat Denise zat langs de ring, samen met je twee zussen. Ja. En die zat echt zo. Die zat bijna de klappen, zat ze mee te bewegen. Ja. Ja. En echt vol met spanning en adrenaline kon je echt van haar gezicht aflezen. Ja, met kickboksen zeker. Met kickboksen kan ik wel echt analyseren en misschien bepaalde dingen. Maar met MMA, zoals laatst met MMA, de afspraak was, ga niet naar de grond, zeg maar. En toen ging ze naar de grond, maar het was waarschijnlijk dus een techniek. En ik schreeuw, sta op, maar ze was gewoon bij ze met de armklem aan het aanzetten. Dus, ja, ik stond, sta op. Wat doen we te doen met die arm? En ik zie dat meisje tik. En toen had ze gewonnen, dus ja. Maar dan luistert ze ook gewoon niet. Nee, want toen niet, want ze was bezig met de techniek. Ja, groot gelijk, ja. Dus en mijn man, dan hou ik me gewoon lekker rustig voortaan. En die wedstrijd vorige week in Ahoy, jij was erbij. Ja. In het publiek, mm-hmm. Niet in de ring. Maar, nee. Wat vond je op die wedstrijd? Ik was heel benieuwd van tevoren, omdat je natuurlijk, iedereen kent Badder. Badder brengt een hoop hype met zich mee, een hoop mensen in de zaal met zich mee, een hoop hysterie, media-aandacht met zich mee. Dus iedereen die wat minder verstand heeft van de sport, die niet zo heel vaak kijkt, die gaat er vanuit. Het maakt niet uit of je hem tegen wie dan ook of tegen een olifant zegt, Badder wint altijd, want Badder is Badder. Maar ja, eerlijk gezegd, ik had in die partij tegen Rico nou echt niet zo heel veel gezien. Waarvan ik dacht van, nou ja, die is meteen, weer op zijn oude niveau. Ja. En ik vond, nou ja, goed, de Hesi had volgens mij een fantastische eerste ronde. Daar zullen we het straks nog even over hebben. Ik ben heel benieuwd. Dit is niet een goede foto, maar... Nee. Ik dacht dat ik afgevallen ben. Ja. Nee, maar goed. Maar in de tweede ronde kwam Hesdy er minder goed doorheen. En in die derde ronde ook niet. Want Badder hield afstand, draaide een beetje, kwam een beetje tussendoor. Maar volgens mij, en dat is voor mij makkelijk praten als ik lekker met een drankje in mijn hand op de tribune zit. Maar ik heb niet het idee dat jij één keer in de buurt bent geweest van oké, nu lig ik er bijna uit. Of nu slaat hij me tegen het canvas of zelfs een knockdown. Heb je het zelf beleefd? Volgens mij, ja, de eerste ronde was gewoon voor mij. De tweede ronde eindigde ik ook gewoon sterk. De derde ronde was gewoon, toen ging zijn gameplan omzetten, hij ging bewegen. Ik kon niet omschakelen, weet je. Maar ik denk dat er wel extra ronde voor mij in had gezeten. Maar ik was ook tevreden met hoe het was gegaan. Maar ik had niet verwacht dat hij het zo lang vol zou houden, zeg maar. Dat hij nog in de derde ronde nog dat kon gaan doen, zeg maar. Ik heb de eerste twee rondes gewoon vuil gegeven. Ja. Jammer. Ja, iets waar je met name de eerste helft van de partij veel mee scoorde, met low kicks. Precies. In de derde ronde eigenlijk bijna helemaal niet meer. Waarom niet? Ik kon die trappen niet meer inzetten. Ik kreeg denk ik een klein scheurtje of in ieder geval mijn hamstring verrekt. Ik trapte met links in de tweede ronde en ik voelde me daar pad. En toen had ik wel twee keer low kick gegeven, maar trapte ik op een blok. Omdat het gewoon, je zag hem gewoon aankomen, het was niet snel meer. Nou, dan dacht ik, ik ga niet mijn voet nog, normaal zou ik dan wel doortrappen. Maar ja, als ik het niet meer goed kan inzetten. Toen heb ik dat gewoon laten zitten, zeg maar. Ja. Wat is er allemaal op je afgekomen rondom die wedstrijd? Want er is natuurlijk heel veel hype inderdaad, zoals Peter zegt. Heel veel aandacht, positief als negatief. Uit allerlei hoeken, via social media enzovoort. En ik kan me voorstellen dat je hoofd op een gegeven moment overloopt. Ja, het is er allemaal superveel om afgekomen, weet je. Dus, het was echt een lijfje eigenlijk bij iedereen. Overal waar ik kwam, supermarkt, noem maar op, werd je ermee geconfronteerd, weet je. Dus zelfs als je er ergens voor koos om even er niet mee bezig te zijn, dan werd je er wel weer mee geconfronteerd. Dus het was eigenlijk een wedstrijd wat echt, de eerste paar weken, maar op het moment echt gaat lijven, 4 weken van tevoren. Die wedstrijd hebben eigenlijk gewoon 4 weken lang geduurd, weet je. Snap je? Dus, mensen zien alleen maar die 3 rondes, die 3 keer 3 minuten in de ring. Maar gaat natuurlijk zoveel aan vooraf, weet je. Je vecht gewoon 4 weken en ook heel veel negatieve reacties, negatieve dingen. Mensen die negatief praten, die neemt alles mee onbewust. Kan je mentaal nog sterk zijn en allemaal naast je neerleggen. Maar
doet gewoon wat met je, weet je. Als je nou ook energie, nog, lijkt me. Tuurlijk. En als je ook nog naar de ring toe loopt en 7,000-8,000 mensen die schreeuwen boe, weet je. Ja. Ja, dan denk je ook van, ik had alles al in mijn hoofd en dat gaat sowieso gebeuren. Maar toch, dan denk je toch van, ja, je hoopt ergens dat het niet zo is. Je neemt het allemaal mee, weet je. En daardoor denk ik dat als ik niet zo goed getraind was als dat ik getraind was, dat ik na de eerste ronde al helemaal stuk zou zitten. Ja. En omdat ik gewoon echt goed in conditie was, gebeurde het gewoon in de derde ronde. Maar het is gewoon alles wat erbij kwam kijken. Dat brengt zo'n druk met zich mee, weet je. Dat begrijpen mensen die er staan niet, die er niet staan niet. Nee. Maar het is, je moet mentaal heel sterk in je schoenen staan om te vechten zoals ik heb gevochten. Weet je. Je vecht niet alleen tegen hem, je vecht voor je gevoel op een gegeven moment. Vecht je tegen eigenlijk die hele zaal een beetje, ja. Weet je. Dat, maar is dat dan ook, want je zag in de derde ronde zag je bij jou op een gegeven moment duidelijke vermoeidheid. Is dat dan ook inderdaad, dat die mentale belasting, dat ook gewoon je uitput? Kijk, het is niet zo dat ik bewust op dat moment denk van, oh, ik ben, maar je gaat wel nadenken. Want ik bedoel, van nee, je bent ook bij trainingen van mij geweest. Ik was super scherp en conditioneel super sterk. Dat was gewoon zo. Ik bedoel, van deze wedstrijd heb ik zo lang op gewacht. Dus ik heb alles gegeven. En dan ga je denken van, hoe kan het nou dat ik dan, ik heb echt waar, ik heb 18 rondes om die pers dat zijn die wedstrijd duurt 4 weken. En dan in één keer is het moment daar, het is zo'n ontlading. En dan komt die ontlading net te vroeg eigenlijk, weet je. Dan loopt het eigenlijk heel goed, die 2 rondes. Eigenlijk loopt het gewoon goed, ik doe hem echt pijn, weet je. Dan heb je een soort van, dan komt die ontlading komt waarschijnlijk gewoon net even te vroeg. Zoiets zal het zijn. Ik kan er niet echt mijn vinger op leggen, maar dat was het waarschijnlijk. Maar toch, ik had wel, zo heb ik het ervaring, ik weet niet hoe jullie dat zien, het wel gevoel dat je het naar je zin had. Je had plezier tijdens die wedstrijd. Ik was top. Ik had gewoon weer, daarom zeg ik, zeg maar, je kan een wedstrijd verliezen. Maar ik heb zoveel gewonnen met deze wedstrijd. Weet je. Ik heb gewoon iets afgesloten voor mezelf. En ik bewoog gewoon lekker en zo. En alles, het is nu alleen, ik deed ook veel meer. Kijk, mensen zeggen van, ja, is die normaal ga je nooit, kan je altijd doorgaan. Maar ja, ik heb nu een andere training. Ik heb een hele andere vechtstijl. Je doet hele andere dingen. Dat is allemaal wennen. Kijk, ik kon altijd 3 rondes doorgaan. Met naar voren lopen en links, rechts en low kick. En automatische piloot. Op een gegeven moment ben je dat jaar in jaar uit gewend. En dan kan je altijd 3 rondjes kan je dat doen. En dan doe je net te weinig of net genoeg. Maar nu stond ik er echt, weet je. Ik bewoog en ik had een andere stijl. En ik deed meer hoge trappen, meer boksen, afronden. Dus ik deed ook gewoon meer. En dat is gewoon wennen, weet je. En de volgende keer, het enige wat ontbrak was de winst, weet je. En de volgende keer gaan we gewoon op dezelfde voet verder. En ik kan gewoon ik kan gewoon trots zijn op mezelf. En komt natuurlijk ook uit een wedstrijd die zwaar in elkaar, weet je. Ja, je moet mentaal zo sterk zijn. Dan kom je uit zo'n knock-out. En normaal gaat iemand dan weer even opbouwen. Dan pak je even wat thuis. Anders ga je weer even in die winning. Ik neem meteen een partij tegen hem met al die aandacht. Het is mentaal moet je echt sterk zijn. En ik hou van uitdagingen. Ja. Ik heb echt 100% genoten van elk moment. Tot aan de wedstrijd aan toe, weet je. Dit heeft mij zo sterker gemaakt in mijn hoofd mentaal. Elke wedstrijd nu zou mentaal nooit meer zo zwaar zijn als deze. Nee, is het daarom ook dat je toch ondanks die verliespartij een heel positief gevoel aan die wedstrijd overhoudt? Omdat je jezelf hebt laten zien, maar ook toch, ja, laat ik het zo maar zeggen, een klote jaar achter de rug hebt. Precies. Als sportief gebied. En dat je dit nodig had om jezelf ook weer over een drempel heen te helpen? Nou, weet je, gewoon laten zien van ik sta er nog steeds, weet je. En ik bedoel van, met wat ik heb meegemaakt en doorgemaakt. Ik weet gewoon zeker dat heel veel mensen zouden bezwijken daaronder, weet je. En als je dan nog zo'n wedstrijd en al die kritiek en eigenlijk heb je al op voorhand, heb je al verloren, opwarmetje en dit en dat. Dan krijg je opeens, en dan moet je er staan, weet je. En dan moet je tegen al die mensen die boe gaan roepen, al die nee-zijers en al die mensen moet jij gaan laten zien van je bent het wel. Dus weet je, onbewust zet je het aan de kant, weet je, fuck it, maar je gaat dan toch met dat gevoel de ring in. Dan vecht je tegen de hele wereld, vecht je, dat gevoel. Elke vecht je alleen tegen hem, en dan maakt het niet uit of hij goed is, of hij weer terug in zijn oude shape is, of wat hij ook is, dat maakt helemaal niet uit. Dat is helemaal buiten, want ik kan van hem winnen, weet je, dat is gewoon zo. Ja.
Ik kan als ik wil van iedereen, kan ik winnen. Maar het moet gewoon, alles moet gewoon kloppen. En ik heb gewoon nu gevoel dat ik gewoon nog steeds ben, weet je. En dat heeft helemaal niks met hem te maken of wat dan ook. Maar ik weet gewoon dat ik mentaal gewoon sterk ben en sterk in mijn schoenen sta. Ja, ik vind dit ook wel een mooi moment, deze foto die je ziet na de wedstrijd. Door alles wat er gezegd en gedaan is vooraf. Van beide kanten zijn natuurlijk wel wat woorden gevallen. En dan is het afgelopen en dan zit het resultaat. Het is wat de sport mooi maakt, toch? Ja, ik bedoel, het is, ja, bedoel je weet ook, je zit behalve in de vechtbusiness, zit je ook in de entertainment business. En de ene keer is het het verkopen van een gevecht en de andere keer heb je echt een tering hekel aan iemand. En heel vaak zal er een beetje tussenin zitten. Klopt. En zo hoort het toch? Ik bedoel, je staat elkaar 3 ronden naar het leven. En een van de dingen waarom ik zo van die sport haal, ja, precies. Is dat, weet je wel. Gek, ja. Ja, dan voel je, nee. Kijk, als het bijvoorbeeld anders was gelopen, als het bijvoorbeeld een knock-out was gevallen of zo, dan heb je dit moment niet. Weet je. Na dat moment heb je allebei van die heb alles gegeven en het was zo close, weet je. En het is gewoon aan zijn kant opgevallen en dan kun je alleen maar respect voor elkaar hebben, weet je. Vanaf dat moment weet je gewoon dat je voor altijd gewoon op dat gebied gewoon respect voor elkaar hebt. Ik weet wat hij heeft gevoeld, hij weet wat ik heb gevoeld en... Dat is vrij weinig. Ja. Mooi. Het was ook jouw eerste wedstrijd onder Moesiet. Ja, klopt. Moesiet die van tevoren zelf zei... Nou, de tijd is misschien wat te kort om echt veranderingen door te voeren in zijn stijl. Maar wel iets dus waar je mee voortgaat beduren. Ja, ja, zeker weten. Ik heb gewoon een paar kleine dingen. Ik kwam terug, ik stond sterker... Ik bewoog meer en zo. Als ik naar die wedstrijd kijk... High kicks zag ik maken. Precies, ja. High kicks. Ik word en daar raakte hij ook hard mee. Ik bedoel, ja. Die deden een hele hoop schade. Klopt. Ja, toen ik zeg maar bij jou je trainingsbel de voorbij zag komen... toen zag ik wel dat hij aan het slapen was met je. Dat gewoon lag in veranderen, weet je. Mensen zien die 3 keer 3 minuten, zeg maar, de wedstrijd. Dat is wat men ziet. En dat is ook logisch. En daar word je ook op beoordeeld. Maar er is echt een hele lange weg geweest. En die weg heb niet 2 maanden geduurd. Die weg heb heel lang geduurd. Voordat ik weer zo stond zoals ik daar stond. En dat is voor mij gewoon een overwinning. Ja. Moesiet is de toekomst? Ja, ik wil met Moesiet zeker wel nog een paar jaar. Ik denk dat het nog wel wat meer uitval te halen. En ik vind het ook gewoon leuk om met hem. Die man is echt een professor, weet je. En hij leert me gewoon nieuwe dingen. En ik vind het gewoon vet om. Om het uiterste uit mezelf te halen. Hij laat me dingen doen die ik eerst dacht dat ik dat niet kon. En dat doe ik wel. En het moet er in de wedstrijd gewoon straks allemaal uitkomen op een moment. En dan gaan we nog... Heb je ergens ernaartoe getwijfeld over zeg maar, het nieuwe ingeslagen pad? Want ja, je zegt dat je die automatische piloot en ik kan het wel. En omdat je dan met zo'n grote partij... was misschien, weet je, dat je denkt van... Nou ja, dat ene ken ik tenminste... Ja. En dan ga ik daar vol voor en dan kunnen we misschien daarna wel een keer kijken naar een nieuwe techniek. Klopt, dat is ook zo. Kijk, dat zeg ik, ik hou van uitdagingen. Ja. Ik wil gewoon, ik wist gewoon eerlijk gezegd dat ik het op die manier gewoon niet ging redden. We waren daarop voorbereid. Dus die komt naar voren met links, rechts, hoek, low kick, enkele dingen. Dus ik wist gewoon, ik moet gewoon wat anders doen, weet je. En natuurlijk is het riskant om dan 2 maanden van tevoren totaal iets heel anders te gaan doen. Maar ik ben toch, uiteindelijk is het toch gewoon, heb het toch gewoon goed uitgepakt, weet je. Ik bedoel, we hebben gewoon goede partijen neergezet. Het kon beter, het kan altijd beter, weet je. Maar we gaan gewoon weer de gym in en gewoon weer verbeteren. Ja. Dat is gewoon, Hoe gaat het dan verder met Tom? Ik weet, die stap die je gemaakt hebt naar Moesiet is in goed overleg gegaan met Tom. Klopt. Tom die ook een heupoperatie heeft gehad. Iemand die volgens mij veel voor jou betekent. Klopt. Heeft, maar nog veel betekent. Ja, ja zeker. Kijk, Tom en ik... mijn relatie met Tom die gaat veel verder als gewoon vechter en trainer, zeg maar. Het is meer een soort vaderfiguur voor me. Ik train al vanaf mijn 15e jaar bij hem, weet je. Dat is ondertussen alweer... Hoe is dat alweer? Het is alweer 14 jaar. 11 jaar. Nee, lang. Nee, dat is lang. Ik weet niet eens. Ja, ja dus in ieder geval erg lang. En ik overleg, ik zou graag nog gewoon met hem contact willen houden. Ja. En dat zal altijd, ook al heb ik geen contact met hem, dan is het nog goed. Weet je. Hij heeft dingen voor mij gedaan die voor altijd zijn. En ik heb dingen met hem meegemaakt die voor altijd zijn. Dus het is voor mij gewoon goed zo, weet je. Ja. Maar toch zeg een paar dagen na jouw wedstrijd verschijnt er dan een column van de hand van Tom. Die begrijp ik dan niet helemaal. Als jij zo vertelt hoe jullie band is, waarin hij toch
een klein beetje afgeeft op, ja, op het hele gebeuren. Ja, klopt. Dat was op een gegeven moment was het ook een soort van dingetje wat in de wereld werd geholpen. Over dat ik de wedstrijd verkocht zou hebben. Of om hem te laten winnen, omdat ik niet doorging met mijn low kicks en zo. Kijk, ja, ik wil er niet te veel over zeggen, maar het is natuurlijk de grootste onzin. Ik bedoel, van ten eerste, Badr heeft het geld niet om mij om te kopen. Ja, ik bedoel, van het is gewoon zo dat... Glory ook niet? Nee, maar absoluut. Die zou het vast wel hebben. Ik bedoel, van, ik ben niet om te kopen, weet je. Dat is helemaal niet aan de orde. En er zijn ook genoeg momenten geweest in de wedstrijd dat je gewoon ziet van, dat hij er ook gewoon uit had gegaan. Ik bedoel, van, als ik een volle hoge trap op zijn kop geef, als hij raak is, is hij raak. Ik bedoel, ik ga echt niet van tevoren zeggen van, ik geef nu een hoge trap, hè. Dan zou je allemaal omhoog. Het is allemaal onzin, weet je. Maar het is gewoon, en ik wil mensen die dat suggereren en zo. Mensen die dat, suggereren, ja, ik vind het. Oké, maar mensen die dat suggereren, maar weet je, toch. Ja, hij is wel de laatste van wie ik dat verwacht, ja. Inderdaad. Maar ja, zonde gewoon. Ja, maar als je kijkt in het verhaal, zit een bepaalde aanloop, hè, in die column. Ja. En dan denk ik van ja, weet je, je ziet gewoon op een gegeven moment, als je goed naar die partij kijkt, die analyseert hem, dan zou van Tom moeten verwachten dat hij een partij kan analyseren. Ja, kan die low kick niet meer maken. Ja. Dat je ziet dat hij dat gewoon niet meer kan. Hij stond niet voor de gein met het maken van low kicks. Precies. Dus, dat is bijna zijn sterkste attribuut, weet je. Ja. Was het zo niet zijn sterkste. En was al goed daarin bezig. Badr kwam aan de eerste ronde toch echt wel goed in de problemen daardoor. Ja, ik vind het heel raar. Ik heb die column gelezen en dan denk ik van ja, waarom? Het gevaar, gevaar is een beetje met zo'n stukje. Het is natuurlijk een gevestigde naam. En de sport wordt er commerciëler. Een heleboel mensen die niet zoveel verstand van hebben, die lezen dat. En ja, dan wordt het makkelijk overgenomen. Ik denk dat het belangrijkste zou zijn. Of tenminste, als je zeg maar jouw voortrek naar die wedstrijd toe. Als je zo hard traint voor een kunststukje. Nou ja. Dan laat ik mezelf liever in de maling nemen. Of dan moet Esti daar zelf mee leven. Nee. Ik geloof het niet dat je drie keer per dag een paar uur je helemaal het lep laat en zweet. Voor iets wat je, waar je de uitslag al van weet. Ja, maar het is zelf weggezocht. Klopt, er is ook iemand die wel dicht bij mij, die zeg maar voor de mensen dicht bij mij staat, Tom. Ja. Dus, ja. Het zal ook wel, mensen nemen het wel serieus als hij dat soort dingen zegt, weet je. Ja. Spreek je hem erop aan? Nee, ik heb eigenlijk bewust voor gekozen om hem daar niet op aan te spreken. Omdat... ja, toch weinig zin, denk ik, weet je. Het is een man die heeft alles aan mij gemaakt op leeftijd. Ik bedoel, ik voel me helemaal niet in een positie om hem te vertellen wat hij wel en niet moet zeggen. Maar ik vind het wel, ik vind het jammer, juist uitgereikt van hem. Ik kom ook net uit een periode dat ik dat helemaal niet kan gebruiken, weet je. Het zou toch duiden dan op matchfixing. En het is toch iets illegaals. En als je me dan weer in die richting gaat duwen, dan krijgen mensen weer verhalen. Nou, ik vind het apart verhaal. Het is ook natuurlijk absoluut niet waar. En, was Hesdy niet Toms laatste waar hij nog wat mee deed, zeg maar? Dat, ja. Ja, nee, maar het is ook een beetje, hè, het is gewoon de man op leeftijd die net zoals dat de sporters moeite hebben met zometeen stoppen een keer. Zou hij ook daarbij in de buurt komen en had hij er wat graag bij geweest, denk ik. Kijk, je hebt natuurlijk, weet je hebt een bepaalde prikkeling bij hem zitten. Dat ze zeggen van ja, ze vechten ze recht toe, recht aan. Dan gaat hij naar Moussiet, er zit meer variatie. Ook, dat is niet leuk om te lezen, te horen. En hij leest dat, ja. En hij denkt van ja, shit, weet je. Er wordt eigenlijk zijn hele legacy, zeg maar, toch een beetje... Ik hou hem altijd echt hoog, hoor. Legacy kan je nou weghalen, dat ben ik met je eens, hoor. Maar misschien dat hij daardoor geprikkeld is. Maar anders zou ik het niet kunnen plaatsen dat je zoiets gaat doen. Ja, maar als ik het uitnodig dan. Ja. Nou, bij deze, Tom, en je hebt al trouwens gezegd dat je een keer lang zou komen. Dus bij deze ben je van harte uitgenodigd om een keer het verhaal te vertellen. Daar ben ik ook benieuwd naar. Dat gezegd hebben, Peter. Jouw fascinatie voor de vechtsport, bedoel, politicus, punker, toch? Ja, zeker. Ja liever groot vechtsportliefhebber. Ja, de stap van de moshpit naar van het podium afspringen en allerlei vuisten in je gezicht krijgen naar de gym is niet zo heel groot natuurlijk. Misschien wel overzichtelijker. Ja, precies. Nou, zie je hem een keer aankomen. Er komt er maar één iemand op je af. Ja, dat scheelt enorm. Ja. Vuist, ik geloof je eigen vuist, hè? Ja, dat is die van mezelf, ja. Ja, ik heb toen een keer... Sponsor de handschoen, hè? Ja.
Ja, ik heb helemaal rot gelachen, man. Ik wilde MMA handschoenen, omdat ik van, een paar keer kickbox training, af en toe ook MMA training wilde gaan doen. Dus ik ga googlen. En ik zie in één keer, van Starpack is dat, geloof ik. Ik weet niet hoe dat merk heet. Handschoenen staan met zo'n grote rode stem met SP op staat. Ik dacht van, oké, het maakt me niet zo heel veel uit wat de kwaliteit is. Ik moet deze sowieso hebben. Oh, maar je traint bij Arclip van Roemer en Marloes. Ja, veel te weinig, maar ik probeer één keer per week thuis en één keer per week daar. Eén keer per week thuis gaat beter dan één keer per week daar. Omdat het is, het is vaste tijden. En dinsdag, woensdag en donderdag zit ik vaak vast in Den Haag. Ja. Dus dan probeer ik maandagavond. Dus ik ben de afgelopen tijd wel meer grappling dingen aan het doen. Want die zijn op maandagavond. En daar kan ik helemaal niks van. Dus dat vind ik super leuk om te leren. Het is echt omdat ik het leuk vind. Want er zit totaal geen toekomstperspectief in. Nee. Kan je niet een leuk clubje met de Tweede Kamerleden formeren? Dat jullie op het Binnenhof af en toe eventjes gesproken hebben? Ik heb wel een paar suggesties. Dan ga je ook trainen, hoor. Misschien kunnen we Roemer of Marloes zover krijgen dat ze gewoon één dag per week daar training komen geven. Dat lijkt mij ook wel wat. Ja. Ik krijg eigenlijk een beeldende fantasie bij meteen. Ik zie het eigenlijk. Ik heb die twinkeling in je ogen. Maar ben jij de enige, zover je weet, Kamerlid die aan het vechtsport doet? Er zijn volgens mij wel meer mensen die af en toe met fitnessen of zo'n klasje doen. Gewoon op de sportschool. Volgens mij is er één iemand van de VVD die wel vrij veel judo gedaan heeft. En voor de rest, ik hoor ooit van de PVV wel eens dat die ergens in het leger Krav Maga had gedaan of zo. Maar goed, dat vind ik nog steeds geen vechtsport. Nee, wat ik zei, ik heb wel het PVV zie je ook wel eens vechtsport op straat doen, zo toch? Maar... Ja, ook dat vind ik geen vechtsport. Ja, nee, dus dat. Nee, volgens mij zijn het er niet zo heel veel verder. Nee. En dat. Iemand moet het blije nieuws over die schitterende sport daar vertellen. Dus dat mag ik dan doen. Ja, waar komt die vandaan, die fascinatie van vechtsport bij jou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Op een gegeven moment, ik zat. Ik denk tijdens het begin van mijn studentenperiode of zo, dat je dan gewoon op tv zit. Het waren die eerste seizoenen volgens mij van die Ultimate Fighter die ik langs zag komen. En ik dacht in één keer, maar dit is vet. Kickboksen keek ik al wel af en toe. En toen zag ik MMA en dacht van, hier wil ik meer van weten. Dus goed, als je studeert dan heb je redelijk wat tijd over. Dus op een gegeven moment al die dingen downloaden, weet je wel, helemaal oude Pride shit. En die allereerste UFC events met Remco Pardoel en dat soort dingen allemaal gedownload en teruggekeken. En dacht van, dit vind ik te gek. En nooit om te doen, maar gewoon wel om te volgen en om te kijken. En toen, 4 jaar geleden was campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar stond ik op de lijst hier voor de SP. En toen was er een sportdebat. En sporters uit Amsterdam die gingen dan een stelling inleiden. En een van de mensen die dat ging inleiden was Marloes. En ik kende Marloes van, ik geloof dat ze toen nog Rijkvoort zat. En ik had echt iets van, te gek, Marloes Koenen gaat mijn stelling inleiden. En de rest van die kandidaatraadsleden had zoiets van, die ken ik nou net niet van het rijtje. We raakten aan het praten. En toen zei ze van, is allemaal leuk dat je dat op je luie reet op de bank zit te kijken. Maar als je het echt wil snappen, dan moet je komen trainen. En zo is het begonnen. Ja. Wat vind je, wat zijn jouw favoriete vechters? Waar kijk je graag naar? Iedereen kijkt graag naar spektakel, toch? Ik vind, als je nu naar de UFC kijkt, ik ben ontzettend fan van Nurmagomedov. Vooral omdat hij op de grond zo, dat is niet normaal. Die gast die weet ledematen in hoeken. Ik weet niet hoe die het doet. Ja, waarschijnlijk omdat hij op zijn derde begon of zo. Ja. Vind ik echt fantastisch. Maar goed, ook zo'n knockout machine zoals een Ngannou, weet je, die dan in één keer de UFC binnenkomt lopen en in no time, grote jongen wordt er, daar kan ik ook wel van genieten. Ik moet zeggen, van de afgelopen jaren is Justin Gaethje is wel mijn nieuwe favoriet, zeg maar. Ja. Maar hij is ook lastig om niet van die gast te houden, weet je wel. Maar hij lijkt een soort van ding uit het verleden, weet je wel. Waarbij je vroeger nog van die gasten had die gewoon recht tegenover elkaar gingen staan, hun handen op hun knieën hingen en gewoon gingen slingeren. Dat je denkt van, oké, niemand kan dat meer nu. En dan komt hij in één keer, hold my beer. En dan, baf, weet je. Hij gaat er geen kampioen meer worden. Ze hebben hem opgepakt. Ja. Eigenlijk ging het al heel lang in de Ja. En nu hebben ze hem gedaan, maar gelukkig. Ja. Ja, dat is schitterend om naar te kijken. Ja. Maar ook kickboksen, als er een Glory of een BFL in de buurt is, dan ben je er cijfers bij. Ja, dat probeer ik even wel als het lukt. Ja, BFL ga ik nou helaas missen over 2 weken, dus daar baal ik wel van. Volgens mij echt tof event, die 2 dagen, hoe ze dat nou gaan doen.
En ook weer eens een keer MMA op een redelijk groot podium in Nederland. Ik mocht heel graag naar kickboksen kijken, maar je hebt toch wat minder vaak die MMA-toernooien in Nederland. En een hele toffe line-up volgens mij. Ik vind Pieter Buijs vind ik heel, heel tof om naar te kijken. Brian, dan moet ik het goed zeggen. Lauwe Nieuw. Dankjewel, dat helpt me enorm. En ja, is goed. Samir die vecht ook en die traint bij mij bij R-Grip. Dus ik had hem graag aangemoedigd vanaf de zijkant. Ja. Maar ja, ik ben out of town dan helaas. Overigens krijg ik een sms'je tussendoor van onze favoriete commentator Sander Schrik. Ja. Vanuit de huiskamer Groningen. Kijk. Of je ook zo uitkijkt naar de return van de Beast Brock Lesnar. Nou, hou op, schij uit. Sander, we hebben het al eerder hierover gehad. WWE is geen issue in deze show, oké? Okay? Nee, ongelijk. Dana White zegt gewoon van we halen Brock weer terug. Ja. Terwijl ik denk, volgens mij hebben ze nog steeds, maar ik ben daar geen expert in. Die hele onafgewikkelde zaak met Mark Hunt. Dat sowieso, maar dat is... Je kan de pay-per-views tekort een beetje sowieso. Allemaal om geld uiteindelijk. Ja, voor mij 100%. Ze zetten alles aan de kant voor geld, man. Ja, nou, voor mij hoeft het niet. Sander. Hij organiseert zelf maar een feestje waar die Brock uitnodigt. Maar dan op my podcast. Nep vechtersbaas of zoiets. Goed, die vechtsportautoriteit, daar ben je bestuurslid van. Hoe ben je daar zo bij terechtgekomen? Nou ja, kijk, als je bij Marloes traint, dan weet je al snel voor allerlei andere dingen te shorten. Wordt karretje spannen, ja. Precies. Nee, en het was, er is een hele tijd, heeft het in Nederland best wel stilgelegen, de wat grotere evenementen. Dat was na 2010, 2012. Je had Van der Laag had die in Amsterdam bij de cruise terminal. Ongeveer iedereen stond op te wachten met de politie. En je hebt schietpartijen die vechtpartijen toen in Hoorn gehad. Ja. En toen hebben een hele hoop burgemeesters gezegd van... Oké, we willen dit niet meer in onze gemeente. Van der Laan ook, die heeft dan ook gezegd van... jongens, kappie hiermee, ik wil het niet meer hebben. En toen zijn de mensen van de sportraad, zo'n adviesclub in Amsterdam... die hebben toen een rapport geschreven met... Oké, prima dat je iets aan de uitwassen wil doen... maar kijk nou eens hoe belangrijk deze sport is. Kijk nou eens hoeveel... bijvoorbeeld de snelst groeiende sport onder allochtone meiden... die voor de rest qua sportparticipatie best laag scoorden. Kijk nou eens wat voor goud je in handen hebt... En probeer dan ook mee te denken over hoe je een manier kan bedenken... dat je die sport weer ook op een groot niveau kan toelaten in Amsterdam. Ja. Nou, daar is hele hoop ertussen gebeurd, want het heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk is daar de vechtsportautoriteit uit ontstaan... vanuit het idee van, oké, we willen een paar dingen. We willen een veilige sport. En veilig houdt dan in, zowel voor de vechters, dus met zo'n paspoort... dat ze gewoon af en toe... een paar weken niet mogen als ze bijvoorbeeld een medische schorsing hebben. Maar ook veilig voor kinderen. Ik bedoel, een van de dingen die we als eerste gedaan hebben... is afspraken maken over wedstrijden naar het hoofd. Er zit nu een overgangsperiode, maar uiteindelijk vanaf 18 pas naar het hoofd. Het is niet onverdeeld succesvol ontvangen, hè, bij iedereen. Maar dat wisten we van tevoren. Kijk, we waren met een hele hoop vechters en organisatoren zijn we bij elkaar gaan zitten... We hebben onder andere met Erik Scherder gesproken, hersenwetenschapper. En die heeft gewoon gezegd van kijk nou eens wat het doet. En de vechters die daar waren, ook de promoters die daar waren, die zeiden van oké, dit is inderdaad wel wat erger dan dat we dachten. En bovendien, ik vind het prima om het te doen als die ander het ook maar doet. Ja. Ik sprak een hele hoop gasten die zeiden van we zitten al een tijdje een beetje te worstelen van welke leeftijd moet je nou hanteren. Maar A, zegt het ene onderzoek het ene en het andere het andere. En B, ik wil niet dat mijn goede jongens van 15 of 16... Als die bij mij niet mogen vechten, bij de buren gaan. Ja. Nou, als je het dan met z'n allen doet, dan los je een deel dat op. En natuurlijk zijn er dan mensen die nog vinden van... ik wil dit niet of we lopen achterstand op. Nou ja, dat is een van de argumenten die dan wordt tegengeworpen. Van inderdaad, in het buitenland doen ze het niet. Dus als Nederlandse vechters pas op een 18e zonder hoofdbescherming en dergelijke mogen vechten... dan gaan ze in het buitenland tegen jongens. Dan hebben ze een achterstand op dat niveau. Ja, als je die redenering doortrekt, dan zou in elke gewichtsklasse een Thai volgens mij wereldkampioen moeten zijn. Want die beginnen op een derde met tegen boomstammen trappen, bij wijze van spreken. Ja. En kijk, uiteindelijk, je hebt nou eenmaal te maken... en dat is een van de redenen waarom ik me hiermee wilde bemoeien... met een sport die lange tijd een heel slecht imago had. Ja. Van crimineel geld, van doping, van andere problemen... relletjes tijdens evenementen, al dat soort dingen bij elkaar. Ja, en dan komt er een moment dat als je die stap wil maken... dan moet je in plaats van het slechte jongetje van de klas... want soms is het ook wel heel erg sensatiejournalistiek, zeg maar... Als er een bank wordt overvallen door iemand die ooit twee keer langs een gym gelopen is... dan is het kickboxer overvalt bank. Ja, dat... Maar er was natuurlijk ook gewoon shit.
En dan moet je net wat beter dan anderen zijn. Want ik kan je op een briefje geven. Over een paar jaar wordt die discussie ook in het jeugdvoetbal gevoerd over koppen. Ja. Ga je het ook zien bij rugby, bij ijshockey. Je ziet nu in Amerika al een hele beweging met American football. Dat zijn echt gasten die met zware schade zitten. Ja. En als je dan een stap wil maken naar een verbreding van die sport, dan denk ik dat je hiermee ook heel veel mensen kunt overtuigen om het wel te gaan doen. Ja, maar nu is of om je eigen kinderen naartoe te gaan sturen. Zet nu dat jeugd tot 16 geloof ik al met hoofdbeschermers dan vechten, maar dat is dan ook uit en boze. Ja. Toch? Ja. Ja, omdat we hebben het op een gegeven moment aan wetenschappers gevraagd en Erik Scherder is niet de enige. Maar meerdere onderzoeken zeggen, zo'n kap dat lijkt heel leuk. En waar zo'n kap tegen helpt. Waar zo'n kap tegen helpt, is schade aan je gezicht, weet je wel. Ik bedoel, als iemand op die kap slaat in plaats van op je hoofd, je scheurt minder wat, je hebt minder veel bloed. Maar de klappen die je krijgt, die zijn veel doffer. Perfect, ja. Omdat je kan ook meer klappen hebben voordat je KO gaat. Dus je krijgt 4 of 5 klappen achter elkaar, terwijl je anders misschien bij die eerste al-knockie zou gaan. Ja. En dat levert dus juist, zeggen de meeste onderzoekers in ieder geval, extra schade op. Je ziet het ook bij American football ook, dat die running backs op een gegeven moment, weet je, hoe beter die bescherming is en hoe dikker die helmen zijn, hoe minder ze voor zich kijken. Ja. Het voornaamste werk van zo'n gast is een bal vangen en vervolgens met zijn hoofd naar voren net zo hard rechtdoor sprinten tot hij tegen iemand anders aanknalt. Ja. Hoe sta jij hierin, Nettie? Ik vind het wel laat. Dat snap ik. Laat van leeftijd. Ik ben blij dat ik eerder heb gehad. Ja. Want je krijgt wel dat echt zeker bij het probleem. Als jij niet gewend bent om op je hoofd geslagen te worden, dan krijg je echt gewoon achterstand. Dus als je dat in het buitenland wel gaat doen, kijk, tegen een bal aan trappen, dat kan je niet vergelijken met een wedstrijdvechter, snap je? Dat doen die taaien wel, maar op het hoofd slaan, het is zo anders als je niet op het hoofd slaat. Als je van je 18 in één keer dan opeens tegen gasten staat, tegen mannen van 18 die wel al 3 jaar lang op het hoofd buiken, dan ga je gewoon eruit. Ja. Want dan wil ik wel eens graag weten, hoe gaat het dan met nieuweling? Vecht je dan zeg maar, ook als 17-jarige A-klasse vecht je ook gewoon eigenlijk gewoon niet op het hoofd? Je zit nu in een soort van overgangsfase, dus waarbij dus inderdaad een paar vechters hebben die dan dus net wel of net niet eronder vallen. Maar uiteindelijk is het idee dat je gewoon tot je 18e inderdaad geen wel partijen, maar niet op het hoofd. Nou, we zien er geld, hè? Dat wordt minder. Niemand wil dat zien. Nee, we hebben dat. Ik denk op de undercard dat je er prima. Ja, maar ik denk wel dat mensen. Ja, ik hoef het persoonlijk vind ik het niet interessant om te kijken naar twee mensen die elkaar de helft op het lichaam slaan. Ja, maar hoeveel ook een KO zien, toch? Hoeveel partijen, tuurlijk weer dat zien. Ik bedoel, uiteindelijk is dat een van de mooiste dingen. Maar hoeveel partijen zie je nu met heel veel jongens onder de 18? Dus ze zijn er, absoluut hoor. Ja. Maar die mensen hebben ook wel al een voorgeschiedenis. Door die C en door die B-klasse heen, waarin ze gewoon ook al op het hoofd. Ja, maar weet je, dat heb je met elke overgangsregel. Als je iets verandert, dan heb je altijd... Het gaat sowieso even een hele tijd duren voordat het echt natuurlijk allemaal erin is. Ja, daarom hebben ze 3 jaar ervoor gepakt. Gewoon van elke keer, nu gaat het van 16 en dan volgend jaar is het 17 en dan een jaar daarna is het 18. Ja, en dat geldt alleen voor wedstrijden, want in sportscholen is dat natuurlijk niet te handhaven. Nee. Wat mensen in de sportschool doen, klopt. Dat is... Ja. En uiteindelijk is een van de andere stappen die we willen gaan doen, is ook wel om trainers te helpen met, oké, maar hoe train je nou? Dus ook wat meer pedagogisch. Kijk, je hoeft geen van die jongens uit te leggen... hoe zij technieken moeten aanleren. Dat weten ze prima. Bovendien zou het een beetje onzin zijn als zij van iemand van ons zouden moeten gaan leren hoe ze een low kick moeten geven. Nou. Maar als het gaat om een soort veilig klimaat in die gym en hoe leer je nou dingen aan? Iets in het hele proces bij jou aan kwaliteitsbehoud, zeg maar in het achterhoofd? Of is het echt gewoon op veiligheid gericht binnen en buiten de ring? Is dat zeg maar de idee? Maar ik heb. Nou, bedoel je kwaliteitsbehoud? Vorige week hadden we met Tyrone over de wat dalende kwaliteit van waar we in Nederland toch wel heel goed zijn, vechtsport. En dit klinkt misschien wel een beetje als dingen die op de lange termijn ons wat slechter. Ja, dat weet ik niet. Ik heb puur qua kwaliteit, hè? Ja, ik heb heel veel. Misschien dat hartstikke fit en veilige jongens, wat natuurlijk gezondheid bovenaan. Maar het ligt eraan. Kijk, de ene trainer die zegt dat kan echt niet. De andere trainer die zegt van, joh, weet je, ik doe dat in de praktijk nu al. En je kan prima trainen met dingen naar je hoofd, zonder dat iemand meteen een bokshandschoen op zijn slaap hoeft te krijgen. Ja. Kijk, volgens mij moet je ook niet onderschatten hoe creatief je als trainer kan zijn en hoe makkelijk je eromheen kan gaan. En dan is het wel meer dan veiligheid alleen. Maar uiteindelijk blijft wel, ik bedoel, de reden om dit te doen. Ja. Is gewoon omdat die rapporten steeds dikker worden met hoe verschrikkelijk slecht het voor je kop is. Ja.
Ja, het probleem wat ik er al aan mee heb, is wat er eigenlijk steeds naar voren komt. Dat, kijk, als je een hele talentvolle jongen hebt, zoals bijvoorbeeld vroeger Tano Spong, die al heel jong A-klasse werd. Ja, zo kan je er nog, weet ik hoeveel, opnoemen. Ja, dat gaat dan tot het verleden behoren. En dat kijk, nogmaals, ik snap wel je zorg van... Ja, het heeft hij ook gezegd, het is wel laat, weet je. Het is 18 jaar. Is het ja, ik weet het niet. Natuurlijk is het laat, maar we hebben er wel bewust voor gekozen. Kijk, als je de wetenschap helemaal zou volgen, dan kan je de sport zo ongeveer afschaffen. Want ook als je 20 bent, en ook als je 30 bent, en ook als je 40 bent, dan is een klap voor je... Nee, precies. Dat wordt nooit goed. Gezond voor het lichaam. Je moet je alcohol ook... Ja, precies. Oké, nu ga je te ver. Ja, dus... Nee, maar natuurlijk. En daarom moet je ergens een grens trekken. En hebben wij gezegd, oké, dan leg je die dus op 18. Als mensen volwassen zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Als ze niet meer onder het gezag van hun ouders vallen. Prima, ga je gang. En dan nog kan je echt... Je kan prima trainen met dingen die naar je hoofd komen, hoor. Dat alleen, en dat ben ik met HSD eens. Ik bedoel, natuurlijk is de impact op het moment dat je er een dreun op krijgt. En hoe reageer je dan? Dat is anders. Klopt. Ja. Ja, het is vooral voor zomaar tot je 18 heb je eigenlijk weinig mensen die komen gewicht kijken. Ja. Ik denk dat echt weinig mensen dan galen gaan kijken. Ja, oké. Nou, ik weet niet. Ik heb het al gepasseerd. Ja. Nou goed, we zullen moeten afwachten wat het gaat opleveren. In de basis ben ik het eens met de stelling dat je natuurlijk schade moet proberen te beperken bij opgroeiende kinderen. Of een beetje een hersenschade of wat dan ook is. Maar ja, voor de kwaliteit van het vechten zullen we moeten afwachten wat het oplevert. Nou, tot nu toe hebben we de eerste, met onder andere met FOG samen, de eerste events gehad, zeg maar. En die waren enthousiast eigenlijk tot nu toe. Ik was er zelf niet bij, maar wat ik hoorde, die zei van, nou, je kan nog prima allerlei dingen doen. En ook speciale jeugdtoernooien die eerst nog even niet hadden meegekregen. Dus die hadden zoiets van, nou, wij gaan gewoon een kickbokstoernooi doen. Toen kregen ze toch een belletje zo van, joh, dat is niet wat we afgesproken hebben. En dat, kijk, uiteindelijk zal dat het echte bewijs zijn. Dit werkt alleen als je het met z'n allen doet. En dat zal voor ons de komende tijd de uitdaging worden. Iedereen erbij blijven betrekken, elke keer. Want ik bedoel, je hebt geen zin om tegenover die sport te staan. We doen het niet omdat we een hekel aan die sport hebben. Ja. Juist in samenspraak met en wetenschappers, vechters. Proberen samen het naar een beter niveau te delen. Ja, dus dan pak je ook eerst de telefoon. Dan ga je niet meteen zeggen van, jullie evenement gaat niet door. Want dan... Ja. Dan meer ruimte voor low-kick-specialisten, heeft hij dan? Ja, dan moet je wel daarin specialiseren, inderdaad. Ja, dan kan je ook weer beter specialiseren op blokken. Ja. Je hoeft toch niet druk te maken over je half. Dus gewoon lichaam dekken en blokken. Dat wordt apart. Ja, maar dan ben je een slechte trainer, toch? Als je een jochie van 16 niet kan uitleggen dat hij zijn handen omhoog moet houden. Ja, maar ik bedoel, van het gaat automatisch. Als jij niet op je hoofd klappen krijgt, dan ga je niet in een wedstrijd zo staan, je hoofd dekken. Als je in het hier, dan ga ik gewoon zo staan. Ja, dat is dan ga ik gewoon buiken en low-kicks uitdelen. Dan wordt het gewoon, de hele techniek gaat eruit. Want je gaat niet jappen, je gaat niet lekker jappen op het lichaam. Je gaat alleen maar dicht bij elkaar staan, buiken op het lichaam. Het echt hakken. Low-kick, knieën. Je krijgt niet meer afstand, bewegen, dat soort dingetjes. Dat valt gewoon weg. Combinaties. Gaat niet op het lichaam, links, rechts, hoek of zo geven. Snap je? Dat zijn allemaal dingetjes. Dus dat is, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoorde wat trainers die erg enthousiast waren aan het begin. Maar er waren er ook die het gewoon helemaal niks vonden, hoor. Daar ga ik ook niet over liegen. Zullen we het er voorlopig nog niet over eens zijn? We gaan hier zo naar de uitzending in een apart kamertje gaan. Peter en Hessie het nog even samen verder uitvechten. Nee. Live te volgen. Later. Ja. Moet jij niet zo'n matchmaker gaan worden? Elke week zit je hier partijen te maken. Kom maar, ik kan zo wat partijtjes uit de hooghoed toveren. Maar goed, dat even afsluiten, want dan gaan we nu niet uitkomen. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen wat dat gaat opleveren. Gaan we ons naar onze vaste Conor McGregor watcher. Yes, ja, is dat. Wat heeft onze grote vriend nou weer allemaal gedaan? Nou ja, buiten even de geruchten die de kop opsteken dat er iets met GSP gaande is. Ja. Wat ik daar zelf wel grappig zou vinden. Ja, maar dat is elke week een ander gerucht. Maar dat geruchten. Wat wel buiten de gerucht is dat hij flink aan het kijken is met 50 Cent. Ja, en dat ik moet je zeggen, ik heb me uitstekend vermaakt. Ja. Het zijn natuurlijk allebei top trollen. Ja, ik bedoel, ze zijn allebei zo scherp en het gaat zo hard tegen hard over vreemd gaan. En ja, nou ja, deze post dan, die weer zo typisch Conor is, zo goed uit de hoek komen. Oké. Ja.
Ja. Dus ja, blijf het volgen. Never a dull moment met Connor. Het komt vanuit het feit dat 50 nogal team Mayweather was, of niet? Ja, die zit in die entourage. Dus ja, precies. Had een hele rant, geloof ik, op internet geplaatst die hij weer verwijderd heeft. Ja, omdat hij, dat ging een beetje, hij speelde een beetje de racecard, om het zo maar te zeggen. En dat was vrij pittig. Maar ja, daar kwam Connor ook weer keihard. Ja, die is nooit op buurt om terug te Dus ze zijn wel aan elkaar afgewacht. En ik vind het echt allemaal geweldig, weet je. Het hoort er gewoon bij. Maar over vechten gaat het voorlopig nog niet. Nee. Gaan we weer eens vechten, man. 486 dagen. Hoppakee. En staat counting. De teller. En counting. Dus, wat is de inschatting? Wanneer gaat hij wel vechten? In de Octagon. Hij heeft altijd nog gestaan, maar hij heeft... Laatste UFC-wedstrijd, ja. Ja, dus dat loopt flink op. Nou ja, we zitten nu half maart zo'n beetje, dus dat zal nog wel... voor de zomer zie ik het niet gebeuren. Nee, maar goed, tegen wie zijn nu... Ja, de vraag is wat ze gaan doen natuurlijk. Wat zouden ze moeten betalen? Dat is de vraag. Ja, dat is het, denk ik. Als je 100 miljoen pakt, dat gaat de UFC niet betalen. Dat is de hele... Die co-promoter waar die zijn, geloof ik, toch? Ja, de UFC heeft wel aangegeven toen. Er zijn ook onderzoeken naar geweest dat ze op zich wel bereid zouden zijn tot die 30, 40 miljoen te gaan. Wat natuurlijk al extreem is. Weet je? Want we gaan in die partij van Conor, dat gaat over de 100 miljoen wat het UFC oplevert. Dus dat willen ze dan wel betalen. Alleen ja, ik denk dat het dan toch tegen de winnaar Khabib Ferguson gaat worden. Ja. Dat zou technisch het mooiste gevecht, het interessantste gevecht zijn. Hij vecht heel graag een beetje augustus, september. Ik denk dat het dan klaar is. Ja. Ja. Maar 30, 40 miljoen, dan pakt hij dus gewoon 10 keer zoveel als elke andere UFC-vechter bij elkaar. Ja, maar hij levert ook 10 keer zoveel op. En daar kijken ze naar. Hij levert zoveel geld op dat ze hem dat gewoon wel willen betalen. Ik denk het hele feit dat het zo lang duurt wel van alles te maken heeft met het feit dat de onderhandelingen achter de schermen erg stroef gaan. Ja, het is altijd een beetje herrie voordat er iets met Conor plaatsvindt. Ja. En wordt er eerst even flink geruzied op de bureaulen bij de UFC. Het gaat toch al hartstikke goed met de UFC, gewoon in zijn algemeenheid. Maar ze hebben wel problemen met pay-per-views, hoor. Want kijk, daarom zijn ze ook met zo'n figuur als Lesnar bezig. Ze hebben wel echt pay-per-views nodig. En ze hebben niet echt heel veel pay-per-view-kanonnen, zeg maar. Ze missen die onaantastbare sterren, zeg maar. En dat ligt ook aan hunzelf, volgens mij, hoor. Ik bedoel, hoe zij Mighty Mouse, Demetrius Johnson hebben... genegeerd een paar jaar lang, dat hebben ze volgens mij zelf laten lopen. Alles een veel grotere ster van hem kunnen maken. Ze zijn wel aan het bijsturen nu, hoor. Ja, omdat ze zijn, die overname heb je gehad van WME, IMG. En die willen nu wel dat die vechters buiten betaald worden. Want daar krijgen ze geloof ik ook ongeveer al 10 jaar kritiek op. Dat ze te weinig betalen. En dat gaan ze nu wel een beetje bijstellen. Zodat er ook onder die top een beetje van te leven valt. Want er zijn gewoon echt letterlijk UFC-vechters die in hun aten slapen. Ja. Dus we zijn wel heel erg groot. Gaan wij bij de top van vechtersbaas ook even over klagen? Ja, zeker. Betaald willen worden. Maar niet van mij, hoor. Goed. Hou ons op de hoogte, Jeroen. We kijken uit naar het volgende blokje Conor McGregor volgende week. Dan nog even de heugelijke mededeling. We zijn deze week voor het eerst door de 1000 abonnees op YouTube heen gebroken. Woehoe! Yes. En zoals aangekondigd gaan we dat vieren met een leuke giveaway. En we mogen wel een t-shirt weggeven van Hessie Fighterhard Gergers, gesigneerd en al. Dus die gaan we volgende week verloten. Wil je kans maken op dat shirt, stuur even een mailtje naar info@vechtersbazen.tv. En dan gaan we dat volgende week mooi even bekendmaken. Goed. Ja, je hebt mail. Heb ik mail? Oh, ja. Nou, we hebben alvast één voor de loterij. Loting hoeft niet door te gaan. Nee, precies. Zeg maar dat, jongens. Ophouden. Nee, we weten, we zijn zeer eerlijk. Als jij het terugbrengt naar 16 jaar, dan krijg je het. Ja, oké, laat maar. Mail maar allemaal. Shit. Dealtjes worden hier gesloten aan tafel. We gaan naar het einde van de uitzending toe. We blijven nog even plakken zo. Of in ieder geval schakel na de uitzending zo even over naar onze Facebookpagina. Want dan gaan we de live Q&A met Hessie, die we voor de uitzending wilden doen. Dat lukte niet. Gaan we nu na de uitzending doen. Dus heb je nog vragen voor Hessie, kan je ze via Facebook sturen. Dan gaan we ze nog eventjes nabehandelen in de derde helft. Jij gaat naar Londen toe ook, hè, van het weekend. Klopt. UFC. Ja, vet. Ja.
Tof. Ja, ik was uitgenodigd. Dus ik had wel vet. Leuk. Vrijdag vliegen, zaterdag gaan, zondag terug. Tof. Ja. Daar heel veel op zie. Jij zit gewoon voor de tv, neem ik aan. Dan. Ja. Jij gaat zo de campagnebus weer in. Ja, ik sluit niet uit dat ik zaterdag wel even wat tijd maak, hoor. Dat, als het even kan, dan wil ik toch wel... We doen altijd wel om te kaken. Ja, ik was de vorige keer... Nee, dat is alweer twee keer terug, denk ik. In Londen was ik erbij. Met die krankzinnige pot tussen Bisping en Silva die daar... Oh ja. Ja. Ja, die is gaaf. Zat ik daar met mijn poot omhoog in het rolstoelvak. Dat was heel relaxed. Maar dat... Ja, precies. Ja, ik ben benieuwd naar wat het wordt dit weekend. Goed, we gaan het zien. Peter, dankjewel. Tof dat je wil zijn. Hesti ook, dankjewel. Jij gaat weer opmaken voor 87... Komt helemaal goed. En ook UFC dan maar... Is dat nog het leukste programma voor jou? Specifiek? Ja? De grootste wedstrijd van het jaar. Feyenoord Ajax van Turkije. Ja, dat is... spannend leven nu al naartoe. Diep laat. Zaterdag. Helemaal goed. Vechtsmuizen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.